Ja, goeiedag iedereen op deze 8 maart 2020. Ik ben hier in het dorp Vogelwaarde. Het is hier momenteel toch wel even na de middag. Dus ook wel in het dorp 2000 inwoners, maar ook altijd die bijzondere stilte. Momenteel ben ik hier op een parking in het centrum van het dorp. Het is ook meestal in het weekend de volledige rust. Mensen die even buiten zijn met hun hond. En voor de rest zie je niemand. Hier de school, de schakel. Dan het dorpscentrum daar. En in feite hier voor ons, op deze parking, is dat ook een parkingplaats voor campingcars. Dus ja, een camperplaats. De Vogelwaarde op 10 kilometer van Hulst. Ja, het is niet mis hé, voor iemand die even hier wil een nacht blijven om zijn doortocht verder te doen hier in Zeeuws-Vlaanderen of richting België. Het is momenteel redelijk veel wind hier in Vogelwaarde en ook wel wat motregen. En zie hier ook opnieuw de straten rustig. Ook wel ideaal om een wandeling te doen in het weekend. Ik zeg, het is ook wel een keer leuk hier even te gaan wandelen. Ja, op sportgebied hier in Vogelwaarde heb je diverse voetbalvelden. Nee, dat is een feit. Er is ook momenteel een club bezig hier aan de andere kant. En ook rechtover hier heb je tennisvelden. Dus momenteel hier is er een match bezig. Ja, ik volg het helemaal niet hier in Vogelwaarde. Ik zeg, meestal ben ik niet in het weekend in het dorp. Maar dus je ziet hier, men is actief bezig. En hier nog enkele beelden van die tennisclub. Dus recht over het voetbalveld. Dus ja, op het gebied van sport is Vogelwaarde goed uitgerust. Hé. Ik zeg voetbalvelden, tennisveld, het dorpcentrum daar ook waar je kan biljarten en zo. En ook diverse activiteiten. Dus dat is wel heel positief. En dan hier ben ik ondertussen terug aan de Olmenstraat. Dus ja, op deze locatie was recent die afbraak van die woningen. Je hebt kunnen zien in andere video's, dus die eenmanshuisjes die hier stonden. Dat is ook wel een grote ruimte die er vrijgekomen is. Het blijft nog altijd moeilijk. Ik zeg, de bekendste woning die de mensen zoeken is natuurlijk de woning voor het gezin. Hè? Dat is een feit. En daar blijft toch altijd wel de moeilijkheid in het volledige Nederland om soms wel een geschikte woning te vinden. Hier in het centrum, ik zeg, enorm rustig. Alle straten, de volledige stilte. En dan hier heb je terug zicht op die op eenmanshuisjes die er nog zijn hier. Meestal voor mensen die alleen zijn. Dus wel bijzonder geschikt. Het klassieke één slaapkamer, living, kleine keuken, badkamer. En dat is best gezellig, zeg ik, voor mensen die alleen zijn. En soms wel leuker dan een appartement. Zie, die zijn hier ook gelegen aan een leuke binnenplein hier. Hier tegelijkertijd vind ik ook een speelplein. En hier is er toevallig zo'n woning die leeg staat.
vierkant hier zin in, dus een kleine keuken. Ja, het reflecteert wel even. Dus, en dan ook de livingruimte en de slaapkamer. Dus het is een beetje te vergelijken met een studio. Laten we zeggen een studio met één slaapkamer en toch wel de keuken afzonderlijk. Ja, het is ook wel zo, in bepaalde dorpen kan je soms wel nog iets vinden. Dat is ook via wachtlijsten en zo. Maar het nadeel is natuurlijk terug de mobiliteit. Je bent vaak 10 kilometer van de stad, hier van de stad Gulst. Dus je moet wel zorgen dat je mobiliteit hebt of je aanpassen met de fiets en eventueel de bus nemen in de week die één keer per uur is. Dus het is ook wel niet evident. Nou, hier ben ik dus ondertussen aan de Isdoornstraat. Dus dat is een straat met op de hoek daar de Sparwinkel. Die Sparwinkel komt goed te pas. Ik zeg, als je iets tekort hebt, kan je het hier altijd halen. De basisvoorzieningen en ook, ja, stel nu dat je even ziek bent, dat je niet naar de grote supermarkt kan van Hulst, kan je toch ook wel hier terecht. En hier is ook nog altijd de kaart, een stuk kaart van Zeeuws-Vlaanderen. Dus we zien hier de stad Hulst. En op 10 kilometer afstand hier Vogelwaarde, dus de actuele locatie. En dus ook een tiental kilometer bovenop ga je naar Kloosterzanden en Walsoorden, dus de Westerschelde. Voilà, dus hier het winkeltje Spar. De Sparwinkel dus is hier gesloten op zondag. Ja, er is al soms wel een keer beweging. Maar dus de zondag is die toe. En wat er hier wel, ja, een tekort is, maar ook wel niet met de gewoonte van de mensen van hier, is een bakkerij. Dus een bakkerij hier is niet aanwezig. Laten we zeggen bijvoorbeeld dat je zou de zondag kunnen zeggen, ik ga even brood gaan kopen vroeg in de morgen en zo. Dat is er niet. Dus hier in Vogelwaarde is er wel nog een snack aanwezig, café, Karrewiel. Maar het is ook natuurlijk zo, ik zeg in de week, kan je natuurlijk naar de Spar je brood gaan kopen. En eventueel naar Hulst, tiental kilometer, en daar heb je natuurlijk alle winkels. We zien wel af en toe nog een keer een commerciële zaak hier, zoals hier. Serarens wonen, dat zijn van die zaken dat je soms zou zeggen van dat je niet zou weten dat dat hier aanwezig is in Vogelwaarde. Bijvoorbeeld hier, dat is een zaak van meubels. Zie hier bijvoorbeeld Serarens wonen. Open woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag van 10 tot 17 uur. Dus je ziet, af en toe heb je wel iets. Voilà, dergelijke kleine meubelwinkels, dat je soms zou zeggen van, in Vogelwaarde, dergelijke commerciële zaken. Hier is er ook iemand van de taxi Grenzicht, dat is een bekende taxi, aanwezig in Vogelwaarde. Voilà, hier ben ik bijna aan het uiteinde van het dorp, richting Kloosterzanden. Ja, dus in feitelijk hier is het dus Rapenburg. Als je dus rechtdoor gaat, een kleine 2 kilometer, kom je aan de N290 Provinciale Weg. Linkerkant richting Hulst, 8 kilometer nog. En rechterkant richting Terneuzen. En dus hier gewoon rechtdoor gaan. En je komt in Hengsdijk en dan in Kloosterzanden. Ja, hier is er natuurlijk wel wat verkeer. Wat ik zeg, dat is toch de verbindingsroute hier. Ook voor de camping. Ik zeg, over een enkele kilometers verder heb je ook de camping De Vogel. Dus recht voor ons, ja, het is nu wel wat lichte mist, camping De Vogel. En zo ook de mogelijkheid hier met de fiets de route te doen. Ik zeg, 10 kilometer. Een goed half uur en je bent praktisch aan de Westerschelde.
Dus ja, Vogelwaarde, het is een, ja, toch wel een tweetal kilometers in lengte, 2,5 kilometer bijna, en 1,5 kilometer in breedte. Ik zeg nogmaals, een rustig dorp hier het weekend. Voor mensen die even willen rusten, die houden van wandelingen, van fietsen. Hier ben ik terug op Rapenburg, terug uit richting van het centrum. Terug de locatie van die taxi grensrecht. Ja, op het gebied van die taxi kan je dus de zondag, dus de enigste dag, rechtstreeks uit Vogelwaarde gaan, heel de dag door naar Hulst. Dat kost je iets minder dan 3 euro per persoon. Maar je moet dus wel de taxi 90 minuten op voorhand reserveren. En die komt dus aan een busgehalte. Die komt niet aan huis, maar dus van de busgehalte naar Hulst. Dus heen en terug bent u aan een kleine 6 euro. Het is hier ook een garagebedrijf, Willem. Auto onderhoud en reparaties. Het is... ja, soms is het ongelooflijk dat de mens niet weet welke zaken dat er aanwezig zijn in je eigen dorp. Ik zeg, je hebt dat vaak, je gaat een keer op wandelen en dan kom je zo van die zaken tegen. Ja, en hier ook in het centrum Kerkhaard, dus een hoefijzerfabriek. Hier aanwezig, de Vogelwaarde, ook wel heel bekend internationaal. Dus deze hoefijzerfabriek is recht over de Isdoornlaan, laten we zeggen daar de Spar. En dan kom je direct op deze hoefijzerfabriek. En dan ook even verder een kapsalon, dames en heren. Beauty Salon Charon. En dan terug even verder de kruising met de Bossenstraat. Hier de ingang van de Bossenstraat, ook de bushalte, links en rechts. Maar zoals iedereen weet, in de week is het 1 bus per uur. Ik zeg de laatste rijd even na 18 uur naar Hulst en dan is het afgelopen. En ook met de bus, die gaat niet langs deze baan. Met de auto is het 10 minuten naar Hulst en met die bus is het bijna 40 minuten. En dan moet je nog van het busstation te voet gaan naar de locatie dus dat je wilt in de stad Hulst. En dan even buiten Rapenburg hier heb je nog een stuk van het dorp tot daar het eindpunt van Vogelwaarde ook. Vogelwaarde heeft verschillende eindpunten, ik dacht een stuk of 5. Dus langs deze baan kan je dus ook naar Hulst. Dat is een baan die evenredig loopt met de N290. Ik zeg vanaf deze locatie ook nog een achttal kilometer en ik ben in de stad Hulst. Hier links is er weinig verkeer. Ik zeg zo'n polderroute. Die heb je ook vaak kunnen zien op video's. Dus ook wel interessant met de fiets om richting Terholen te gaan. En dan heb je nog een viertal kilometer tot Hulst. Dus hier aan de rechterkant de N290. Dus ook de mogelijkheid dus met de fiets. Langs het fietspad om snel naar Hulst te gaan, toch wel ongeveer een veertigtal minuten. Maar ik zeg, er is veel wind ook altijd en ja, vaak kan het ook wel een uur zijn tot Hulst voor 10 kilometer. Dat hangt eraf van de richting van de wind. En terug aan de linkerkant ook de mogelijkheid op het eindpunt van richting Kloosterzanden te gaan, Walsoorden en Westerschelde. Terug de ingang van het dorp Vogelwaarde. Van hier ben ik ondertussen terug op Rapenburg. Ik zal nog even een stuk verder gaan langs deze uitgang. Dus hier in Rapenburg momenteel een 50 kilometer route, maar dat zal veranderen naar 30 per uur. Want het is hier enorm druk in de week, vrachtwagens die langskomen, dus richting Kloosterzanden, Walsoorden. Maar hier ook nog commerciële zaken, grasmachines en dergelijke, allee, professioneel apparatuur en alles. En
dus hier is de andere uitgang van Vogelwaarde, dus richting N290, linkerkant dus Hulst en rechterkant Terneuzen. Ja, ondertussen is hier begonnen even feller te regenen in Vogelwaarde, motregen. We zijn ondertussen hier terug aangekomen in de Bossenstraat. We gaan dus hier met de bus 10 die in de week rijdt en de zaterdag enkel naar Kloosterzande. Dus de laatste bus hier, zoals ik zie, naar Hulst is ook om 17:35 en dan is het enkel maar tot Kloosterzande. Dus je ziet het openbare vervoer, altijd het grote knelpunt van iedere dorp hier in de regio. Ik zeg ook Kloosterzande, en dat is ook dezelfde bus. En dan ook in Zaamslag. Het is heel de lijn die helaas sporadisch maar beschikbaar is. En dit voor 6:00. Als je naar Hulst moet zijn, of anders moet je dus die haltetaxi opbellen. Dus momenteel ben ik nog steeds dus in de Bossenstraat. Ik ga volledig tot, wel nog een kilometer. Wat er ook mooi is in de Bossenstraat en in Rapenburg, dat je nog van die oude Nederlandse huisjes hebt. Niet van die nieuwbouwstijl, maar toch wel nog van die... Die exemplaren zo, dat je soms niet meer ziet, hè? Dat is wel bijzonder mooi. Ja, even verder te Vogelwaarde, hier heb je ook een bos. Ik zeg, er is echt van alles. Maar voor wie een hond heeft en zo, ook wel bijzonder leuk. Ja, recht over het bos hier ook de brandweer aanwezig. Dan even verder hier in de Bossenstraat heb ik de volgende bushalte. De benaming is halte Bossenstraat. Dat is altijd natuurlijk voor dezelfde bus. Ja, er zijn hier drie haltes in het centrum, maar ik zeg... De afstand is 2 kilometer van het ene punt naar het andere. Maar nogmaals, je bent bijna 40 minuten onderweg om naar de stad Hulst te gaan, die met de wagen op 10 minuten ligt. Hè. Dus in principe zou er een beter systeem kunnen zijn van een haltetaxi die 7/7 ter beschikking is. Ik zeg, je verliest te veel tijd omdat die bus eerst naar Kloosterzande moet gaan, 10 kilometer van hier, en dan vanuit Kloosterzande opnieuw richting Hulst. Voor hinter op het eindpunt is de weg die ik er voorgenomen heb, dus om naar verder door Vogelwaarde te gaan, en dus nu ga ik enkel via de Bossenstraat. En hier aan de rechterkant terug de voetbalvelden en even verder het tennisveld. En ook aan de linkerkant een uitgang van Vogelwaarde. Er is hier ook een eindpunt, maar dat is dus ook een boerenweg. Even verder is dat een zeer slechte weg, allee, echt in de boeren buiten. Want het is ook de mogelijkheid om zo naar de N290 te gaan. Dus opnieuw richting Terneuzen of richting Hulst. Maar natuurlijk de andere kant is wel de officiële weg om verder naar Hulst te gaan. Hier ook de matchen zijn momenteel gedaan van de voetbal. Dus ook wel redelijk veel volk. Van fietsers, van wagens. Dus hier heb je ook wel een klein centrum van Vogelwaarde. Met de cafetaria en zo. Wel, zo pas de taxi die er voorbij gekomen is, dus die grenstaxi.
Taxi Grenzicht. Het is ook zo, dus die taxi kan ook gereserveerd worden als privé-taxi. Maar dan moet je wel de volle pot betalen. Dus dan kan je wel gemakkelijk 25 euro kosten naar Hulst. Dus heen en terug 50 euro. Maar in de functie van haltetaxi is het meestal 5, 6 euro heen en terug. Hier ben ik momenteel aan de locatie die toch wel nog een 800-tal meter verder loopt van de Bossenstraat. En dan ben je aan het einde van Vogelwaarde. Maar daarin zijn er ook wel geen commerciële zaken niet meer. Hier ook aan de linkerkant is er een kinderkribbe. Dat is allemaal goed voorzien. Voilà, beste mensen, dat was hier mijn wandeling. Op zondag een keer iets anders te Vogelwaarde. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot binnenkort.